Hey jongens, wat is het vandaag? Oké, doen we nog één keer, ja? En jongens, welke dag is het vandaag? De dag van de duurzaamheid! Ja, we hebben wat te vieren. En dus gaan we langs bij een stel absolute koplopers op het gebied van duurzaamheid. Maar eerst even, waarom is dat ook alweer zo belangrijk, die duurzaamheid? Deze aarde waarop we leven, we hebben er maar één van. Daar moeten we zuinig op zijn. We leven niet alleen maar vandaag, maar ook na ons komen er nog weer kinderen. En die krijgen ook weer kinderen. We moeten die aarde op een goede manier aan elkaar doorgeven. Zo is het. En het gaat allemaal niet snel genoeg. Dus is het de hoogste tijd voor revolutie, voor actie. De schooldakrevolutie probeert op hele grote schaal zonnepanelen op scholen te installeren. En zo aandacht voor duurzaamheid te geven in het onderwijs. Zonnepanelen op het dak van de school. Even wennen. Ja, inderdaad. Er komen er 600. Ik ben benieuwd of het gebouw het houdt. Oh, dat moet wel lukken. Duurzaamheidspionier Gideon Goudsmit plaatst namelijk op zijn 8 verdiepingen hoge en energiepositieve wooncomplex maar liefst 2200 zonnepanelen. Ook nog iets van windmolens? Ja, de bedoeling is dat er ook nog een stuk of 20 windmolens op het dak komen. Gideon? Ja. Lekker bezig. Ja, het is toch de enige manier. We moeten altijd lekker bezig zijn. Lekker bezig! Ja, we zijn ontzettend lekker bezig. Volgens mij zijn we allemaal lekker bezig. Is er iemand niet lekker bezig? Nee, volgens mij niet. Op de afsluitdijk zijn ze ook goed bezig. Want met dit inzicht... Je zou in de wereld 20% van de energiebehoeften uit getijden kunnen halen. En wat innovatief ondernemerschap... Ik verkoop getijdenstroomturbines om elektriciteit op te wekken uit stromend water. Gaat Tokardo wereldwijd schone energie opwekken. Bij de buren van het Off-Grid Test Center zijn ze ook lekker bezig. Lekker bezig, lekker mensen opleiden. Ja, het opslaan van zon, wind en water om over de hele wereld energie te kunnen leveren op plekken waar niet zoveel energie is. Als we dit soort dingen voor elkaar kunnen krijgen, gaat duurzame energie echt van start. Toverwoord tijdens de Dag van de Duurzaamheid is samenwerking. Ja, we hebben het samen gedaan. Ik doe helemaal niks alleen, ik doe alles met iedereen. Ja, zo'n samenwerking, daar wordt toch iedereen heel blij van. En blije gezichten zien we ook op de catwalk van de Dutch Sustainable Fashion Week. Waar de herkomst van je kleren belangrijk is. Vind je het belangrijk? Ja, dat wel. Lekker bezig? Ja. En met dit enthousiasme stomen we door naar de uitverkiezing van de Trouw Duurzame 100. Even kijken wie Marjan tipt. Wie zijn er nou echt lekker bezig geweest dit jaar? Ik vind dat Thomas Rauw een hele bijzondere man is die de vernieuwendste denker is van iedereen. Dus die heb ik geplucht. Maar ik weet zelf ook niet, hè, wie er nummer 1 of 2 of 3 wordt. Nou, wij gelukkig inmiddels wel. Thomas Rauw is knap tweede geworden. Beroepsavonturier Bernice Notenboom staat op plek 3. En we feliciteren Willem Verwerda met een verdiende eerste plaats. En voor jullie thuisgeld... We zien dat je goed bezig bent. En we zien je volgend jaar weer op de Dag van de Duurzaamheid. Doe mee en sluit je aan.